Ik heb nog nooit zoiets gevoeld. Het is echt, echt vergelijkbaar met heel erg brak zijn. Nu een slaapplek zoeken. Oeh. Terwijl de boeren hun ochtendloopje doen met de koeien, zien wij daar die witte top. De bergen die de grens ook aantonen van Pakistan. Ik lijk een beetje op Michael Moore, zie ik opeens. In de rechterbovenhoek zie je 2516 meter. Dus we zitten inderdaad op 2500 meter. En dat merken we omdat het echt koud wordt. Vandaag is het doel om echt de Wakkanvallei in te fietsen. De piek die we hier tussendoor zien, het witte gedeelte, hebben we gecheckt op de kaart. Die is 7,5 kilometer hoog. Dat is ongeveer 700 meter onder de hoogste berg ter wereld. En ik voel de hoogte. We zitten bijna op 2,6 of 7. En als we deze kant op kijken, dan zie ik voor het eerst sinds Dushanbe, denk ik, twee bergen die niet elkaar overlappen helemaal tegen de horizon aan. Dus voor het eerst zie ik een soort horizon. We zijn in de Wakkan Valley. Ah, flower. Oh, spasiba. Salam alaikum. You go to school? Yes. Ah. You have English in school? Chichit. Ze hebben mij wat opgeknapt. De schoolkinderen. Een van de schapen die hier rondloopt is de Marco Polo schaap. En ik weet niet precies wat dit is. Maar het lijken wel een soort van plek voor rituelen of zo. Ik heb geïnformeerd bij de twee heren. En deze plek is voor religieuze reden inderdaad. Het is hier zo winderig en het is natuurlijk ontzettend droog hier ook, dat de paden helemaal onder het zand terechtkomen. Wij zijn bij Bibi Fatima beland, dat ligt de berg op daarachter. We staan voor een klein winkeltje waar we eventueel de fietsen achter kunnen laten. Ik ben aan het hiken, tenminste we zijn net begonnen. En daar staat mijn fiets in een hokje en dat vertrouw ik. We hebben gezegd dat we over 3 dagen terug zijn. We hebben shitload aan dingen mee. This guy's the donkey carrying the heavy bag. I'm the pussy carrying the small bag. We gaan eerst naar Bibi Fatima. Bibi Fatima is een hot spring. Daar gaan we nog niet verblijven, want dat doen we pas op de terugweg. Als we het ook echt nodig hebben. En ik merk wel dat het zeer snel buiten adem zijn. Op deze hoogte. How was the shit? Strange. Wij zijn aanbeland in een soort van gekke Teletubby wereld opeens. We hebben een plek gevonden voor het kamp vannacht. De tent staat. We gaan lekker naast elkaar liggen. Lepeltje, lepeltje. Wow, mijn baard is zo groot. Om verder omhoog te komen moeten we even een plek vinden waar we dit relatief kleine beekje droog kunnen oversteken. En anders moeten we gewoon onze schoenen uitdoen, kan ook. Het is toch de schoenen uit geworden.
Wij zijn inmiddels boven de 4000 meter en dat voelen we. En ik denk dat dat een start is van symptomen van hoogteziekte. Dat we binnen 2 dagen van 2800 naar 4000 zijn gegaan is misschien te snel. Op zo'n 4100 meter komen we dit verlaten dorp tegen. We zijn op 4100 meter. We zijn nu Chinese noedels aan het maken. Hey. Hey. Aan de overkant kijken we op hele intense sneeuwtoppen die je ook van beneden ziet af en toe, maar dan alleen een top. Ik ben een stukje teruggelopen naar beneden. Ik heb nog nooit zoiets gevoeld. Wel heel goed om te weten wat hoogteziekte is. En dat begint dus met dit gevoel van koppijn. Het is echt vergelijkbaar met heel erg brak zijn. En dan is het een leerzame, maar en ook gewoon intens prachtige hike geweest. Wij zijn gisteren helemaal naar beneden gelopen. We zijn nu weer aan het lopen en dat komt omdat we eigenlijk hier ook in de buurt waren voor een hot spring genaamd Bibi Fatima. Het water was op in het guesthouse, dus ik kon niet douchen. Ga ik maar eens even douchen in de hot spring. De hot springs en het was super en dit was een zeer welkom pad. Wij zijn met een grotere groep omdat wij even hebben gewacht op Jalen, William en Daniel. Goedemorgen, de zon komt straks op, het is een uurtje of 5:30 denk ik nu. Vandaag gaan wij beginnen aan een klim. We gaan nu echt de wildernis in richting 4000 meter. We blijven heel lang weg van de beschaving, dus we gaan vandaag eten inslaan. Genoeg voor een week ongeveer, denk ik. Goedemorgen en sluit die browser even. Ga naar buiten. Ga naar buiten. Een gemiddelde ochtend in het kamp. Wat eet je, William? Ja, vermoot met poedermelk. Gemaakt met dit water. Ja. En we hebben daar allemaal gekakt, hè, aan die kant. You on your Russian learning again? Oh ja. Yeah. Ah, bij jou zit er nog fruit in ofzo. En dadels. Wij gaan straks weer verder fietsen als het kamp opgeruimd is. Soms is de weg zo slecht te befietsen dat deze alternatieve wandelpaadjes veel soepeler gaan. Los van eten hebben we ook brandstof nodig voor de komende tijd om te kunnen koken. En deze meneer verkoopt. Panna! 1, 2, 3, ja? Panna! Wat? Het is Paladin. He is way too happy. Wij zijn begonnen aan wat misschien wel een van de zwaarste klims is tot nog toe. En dat is hier in Langar. Het probleem van deze klim is dat hierna is er nauwelijks beschaving meer. Dus hebben we nu ons etenstassen en fiets helemaal volgeladen met voer. Voor de komende week, voer voor een week. En dat is heel zwaar. Ja, dat is vals spelen natuurlijk. Wow.
Hoe hoger je gaat, hoe mooier het wordt. Dat blijft altijd waar. Hier zie je een koe op de auto. Salam! Wij zijn er op 5000 meter in de bocht.